Yo Nintendo-fans, welkom bij weer een gloednieuwe Pokémon Scarlet video. Vandaag gaan we even de basis van Team Star overvallen. Het is een Poison-type basis en ik ben wel even benieuwd. Ik heb een vraag voor jullie. Voordat ik die vraag stel, doe een duimpje omhoog en abonneer. Ik zou wel eens willen weten welke serie jullie graag op mijn kanaal zouden willen zien. Het is bijna 2023, het jaar is bijna voorbij en volgend jaar is weer een nieuw jaar en dan komen er waarschijnlijk weer nieuwe games. Welke nieuwe game wil jij nou heel graag op dit kanaal? Ik vind eigenlijk dat je alleen een antwoord mag geven als je ook echt geabonneerd bent. Want als je niet geabonneerd bent, dan weet ik niet eens of je die video's wel gaat zien. Zo, wat een grote plek is dit trouwens, waar we in de vorige video die Orfworm hebben gevonden. We moeten in ieder geval die kant op. Je kan in de verte al zien waar we naartoe moeten. Maar hier beneden, wat is hier beneden? Misschien is hier nog iets bijzonders. Kan ik hier nog een speciale Pokémon vinden, jongens? Wel een Pokéball? Ja, het ziet er niet naar uit dat die hele bijzondere Pokémonnetjes zijn. Wow, daar is wel een Hariyama en een TM daarboven. Ik wil die TM. En ik wil Hariyama verslaan. Gun me deze XP. Zo, hallo, dit is kapot groot. Ik zie mezelf niet eens. Hallo, hallo, waar is mijn Pokémon? Welk level is die? 28. Ga je nou even wervelwinden? Dude, dat was... Jouw broer doet wervelwind. Dat is niet oké. Okay. Niet weer wervelwinden, jongen. Nee. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh, hij faalt. Lekker. Kom op, ik wil die XP van die Hariyama. Nee, niet mijn slaan, vriend. Laat me met rust. Laat mijn supervogel met rust. Mijn super gele mail. Hoeveel XP krijg ik? Wow, kijk, inderdaad kapot veel. 862. Hé, hey, wat doe jij, Makuhita? Wil je je vader beschermen of zo? Arme Makuhita, die gaat gewoon in één keer kapot. En dan zijn we daar bij de basis van Team Star. En ik ga Klotzaaier gebruiken als eerste Pokémon. En Kyloetrone en Quaxwell gaan ook met mij mee. Oh, wacht eens even. Ik loop hier gewoon een bos in of zo, toch? Yo, wie zijn hier allemaal? Hallo? Oh my gosh, daar is Clive ook weer. Hey, en we zien die Boompies. Hier moet Grafaia zijn, denk ik. Ja, ik heb hier geen tijd voor, jongen. Clavel, laat me met rust. Ik moet een Grafaia. Die moeten we gaan zoeken. Bla, bla, bla. Hij wil weten waarom de studenten van Team Star niet meer naar school komen. En ik wil dat Team Star voor altijd verdwijnt. Ik begin de dingen te begrijpen, maar ik heb nog niet genoeg informatie. Daarom wil ik ook met de andere studenten praten die deze basis leiden. Ja, is goed, is goed. Oké, doei, mazzel, later. Hier moet Grafaia zijn. Maar ja, wie moet hier mijn teampie, jongen? Loopt hier een Grafaia? Ik zie wel een oinkloinkie. Daar ligt er een, hè? Is dat er een? Nee, dat is die voor-evolutie. Yo, en Impidimp. Die is ook hier. Hier is die. Grafaia. Yo, what up? Je bent wel cool, man. Level 29 is die. Zou ik hem in één keer slopen met Mudshot? Oeh, hij is wel sterk zo te zien. Even kijken. Oh, hij is wel oké. Okay. Hij is denk ik wel oké. Okay. Zal ik hem proberen om in het Duskbal te vangen? Het is hier donker, dus misschien lukt het wel. 1, 2, 3... Ja, we hebben hem. Moet ik hem in mijn team doen, die Grafaia? Ja, wie moet er dan uit? Ik denk dat Scovillain er dan toch uit gaat. Die bevalt me toch nog niet zo goed. Volgens mij is hij niet zo sterk. Hij gaat elke keer heel snel dood. Oh, misschien krijg ik hier spijt van, jongens. Maar Grafaia doen we bij in het team. Ik zei het al gelijk toen ik die Pokémon zag. Die wil ik in mijn team, dat blije apie. Heb ik de goede keuze gemaakt? Laat het weten in de comments. Ik wil jullie mening weten hierover. Dit jochie wil de baas zien van de Navi-squad. Hij wil naar Don Atticus. Zo heet hij. Boeit niet, hij wil gewoon naar binnen. En die andere gast zegt, nee, je mag niet naar binnen. Ik ga even hallo zeggen. Gewoon, hallo, ik ben Pikachu. Ik wil ook heel graag naar binnen. En die gast die zegt, oh, nou ja, hier komt nog iemand die mijn dag wil ruïneren. Potverdorie. Ja, kom battelen dan. Oh, ik moet met het kleine ventje gaan battelen. Ja, maar misschien is hij wel kapot goed, hè. Je moet nooit iemand onderschatten. Misschien is hij wel een grote baas. Let's go, jongen. Ik heb een Klotzaaier meegenomen. Tegen jou level 30 Gulpin. Ik zei het, hè. Level 30. We moeten deze niet onderschatten, hoor. Ze zijn best goed. Ze zijn een prima teampie. Kijk, ik heb sowieso 3 mutshotjes nodig, denk ik. Hotse flotsie. Hoeveel Pokémon heb je bij je? Heb je er meer dan 1? Hij heeft 2 Pokémon bij ze. Nummer 1 is kapot. Level 30 Gulpin. We gaan bijna naar binnen in de basis. Daxbun gaat naar level 30. Hij komt met Shroodle. Oh, dat is de voor-evolutie toch van Grafaia? Als ik het goed heb onthouden. Yeah! Level 31 is die ook, hè. Kijk hoe hard die slash, man. Die attack is volgens mij echt onwijs hoog. Ik denk echt dat het best een goede Pokémon is. Kijk dan. Want mijn Klotzaaier, ja, die heeft best wel veel HP, maar daar gaat toch ook wel veel vanaf. Doei, Shroodle. Bedankt voor deze informatie. Don Atticus, sorry dat ik heb gefaald, zegt hij. Maakt niet uit, joh. Laat ons maar gewoon lekker naar binnen. Niemand wordt boos op jou, Yusef. We worden weer gebeld door Cassiopeia. Die zegt, goed gedaan, goed gedaan. In deze basis is de Team Star Poison-type crew. Atticus is de baas. En wij zijn ready om naar binnen te gaan.
En je weet wat we moeten doen. Weer 30 Pokémonies verslaan. Dit zijn Poison type Pokémonies. Welke zijn hier allemaal? Among Us. Among Us Pokémon zijn hier. Oh, oh, wacht. Oh, ja, dit zijn ook Grass type Pokémon. Dus Kyloatrel is ook een goede optie. Ja, we hebben hier Venonatjes. Ik denk misschien dat Quacks wel niet een goede keuze is hiervoor. Maar we gaan het toch gewoon proberen met Quacks wel. Dan hier Grafaia en Shroodles. Let's go, Kyloatrel. Oeh, die heeft best wel moeite zo te zien. Die moeten we straks eens eventjes gaan healen voordat we de 30 hebben verslagen. Dan zijn ze in ieder geval weer vol op het moment dat we met die baas hier moeten. Wajo, jij bent echt groot. Jij bent echt kapot grote Pokémon. Kom op, pak hem. Pak hem met z'n allen. Lekker. Nieuwe Grafaia's en Shroodles. Kijk, hier staat zo'n machine dat we kunnen healen. Zijn hier nog Pokémon? Ja, Gulpins. Let's go. Die kan jij wel aan, hè? Ja, dat kan jij wel. Dat kan jij wel. Ik laat jou. Oké, we moeten daar naartoe. De laatste drie Pokémon's moeten we even verslaan. Dat zijn deze drie grappies. Yes. Oké. Kom maar op met die baas. Maar dan komt hij weer. Met de nieuwe auto. Daar is Don Ericus. Met zijn Poison-type Pokémon's. Oh my gosh. Hij ziet er inderdaad wel fancy uit, hè? Fancy kleertjes. Oh, hij doet heel rustig. Ericus, de baas van Team Star's Poison Crew. Hallo, ik ben het Ericus. Jij bent Rickachu, of niet? Je hebt nogal wat lef dat je hier naar binnen komt, Rick. Kom maar, ik zal mijn poison in jou pompen. En guard! Oké. En wie neem je daarvoor mee? Daar is die hoor. Hij lijkt wel ninja, joh. Hij gooit... Skunk Tank. Ja, dat is wel een dingetje, hoor. Dat is best een goede Pokémon. Wel weak tegen Ground-type moves. Dus hey, ik ga vol voor de Mudshot en ik ga Terrestrialize. Let's go. Volgens mij heb ik maar één Pokémon die hier goed tegen is. En dat is Clodsire. Dus hij zal het moeten gaan doen. Met een mooi eiland op zijn hoofd. Lijkt wel een beetje op een Torterra, zo. Oké, Sucker Punch raakt mij hard. Hij heeft dus ook Dark-type moves, potverdorie. Oké, let's go, Mudshot. Ik hoop dat ik hem ook hard raak. Let's go. Oeh, iets minder dan de helft. Dat is heel jammer. Zijn snelheid is wel naar beneden. Oh, hij gaat voor Toxic. Oh, hij kan mij ook gewoon poisonen. Ik wist niet eens dat het kon. Maar dat kan gewoon. Oh, ik heb zo'n full heal nodig straks, hè. Eigenlijk een full restore zelfs. Oh, hij houdt echt 1 HP over. Dit is zo jammer. Zijn speed is nog verder naar beneden. Zal ik het risico nemen om te kijken of ik hem kan raken? Hij gaat mijn sucker punchen. Ik ga hem sowieso verslaan. Oké, en dan hoop ik dat ik een full restore heb, jongens. Doei! Ik moet nu tegen Rev of Room. Maar ik vraag me dan af. Gaat de... niet eens tegen die auto. Oké. No, ik heb geen full restore. Oké, Hyper Potion, let's go. Hij heeft maar liefst 4 Pokémon. Dat is echt kapot veel. En die zijn ook best wel hoog level allemaal, zie ik. Oké, bulldozing. Ik moet echt die poison nu weghalen, want die is echt heel irritant. Oh, Iron Head. Maar ik leef nog. Ik had nog 1 HP over. Misschien kan ik Quacks wel zo wel gebruiken, omdat het regent. Oh man, hij gaat echt mijn Clodsire slopen, man. Ja, dit gaat niet goed komen. Ik moet mijn Pokémon trainen, jongens. Is het nou gewoon gestopt met regenen? Gewoon midden in de battle? Niet. Oh, jongens. Oh, deze Pokémon zijn zo goed. Air Slash doet helemaal niks. Oh, een Iron Head gaat mij... Dat doet zo pijn. En ik kan ook niks doen nu. Oh my gosh, wat gaat dit slecht. Ik ga voor Aqua Jet. Daarmee kunnen we hem flinchen. Ik ga altijd als eerst. Het doet amper damage. Maar ik wil hem gewoon flinchen. Nee. Ik had Scovillain misschien wel moeten houden. Kom op. Flinch hem. Flinch hem nou een keer. Doe nou je best. Oké, nog een keer proberen. Flinch hem. Ik flinch helemaal niks. Ik heb echt veel moeite met die Team Star Battles. Ik moet mezelf echt beter gaan trainen. Oké, we gaan dan maar gewoon voor Aqua Cutter. Die is 2 keer zo sterk. Misschien dat we hem dan wel gewoon kunnen finishen. Heel goed, oké. Nu moet ik tegen Muk. Ik denk dat Muk heel langzaam is. Dus misschien dat Electro Ball kan werken. Het zou heel chill zijn, jongens. Maar Muk heeft waarschijnlijk ook een defense waar je u tegen zegt. Oké, let's go, Electro Ball. Ja, hij is level 32. Oh, dit doet helemaal niet zoveel damage. Sludge Wave, die wel. Dan gaan we voor Spark, jongens. Die doet ook niet veel damage. Sludge Wave wel. Ik ben poisoned. Nee, dan ga ik zeker nu dood. Dat zorgt ervoor dat de 10 HP weggaat waarschijnlijk. Oh my gosh. Waarom heb jij zoveel geluk? Ja, mijn overige Pokémon zijn heel slecht. Dat gaat niet werken. Misschien Grafaia. Misschien kan hij wel doen. Met Slash, let's go. Dat deed net veel pijn. Oh, Sludge Wave werkt ook gewoon tegen Grafaia. Maar hij is not very effective. Oké. Dit biedt op zich hoop, jongens. Even 1 Super Potion er tegenaan gooien en dan Muk verslaan. En hopelijk dat we die Revan Vroom van die Star Mobile ook kunnen fixen. Want dat wordt kapot moeilijk. Let's go. Hij is wel lekker snel. Dat is top. Muk is ook weg. Ik heb nog een paar Pokémon over, maar die zijn allemaal niet zo best tegen Poison-type Pokémon. Ik denk dat ik dit echt niet ga redden. Gewoon. Level 32 Navi Star Mobile. Hij begint met Spin-Out.
Hoeveel pijn doet dat? Valt nog mee. Zijn speed is nu naar beneden. Ja, ik doe natuurlijk ook amper damage. Wat is dit nou? Nee! Alle Pokémon die in het team komen nu zijn automatisch poisoned. Niet oké, man. Niet oké. Oké, ik ga even met mijn healing item spelen. Ik ga nu Clodsire reviven. En die ga ik dan daarna strakjes ook een potion geven, zodat hij weer helemaal vol is. Dat als Corphia kapot gaat, dat ik Clodsire kan gaan gebruiken. Oké, dat moet hem gaan worden, jongens. Want Corphia, die gaat nu zo'n beetje kapot, denk ik. Wat een vervelende grappie is dit, zeg. Oh, Clodsire, let's go! Oh, de spikes die zijn weg. Oh, nice. Oké, Mudshot, let's go. Mudshot moet het gaan doen. Hoeveel damage doet die spin-out attack? Valt mee. Ik kan er denk ik 3 pakken. Oh, dit wordt zo'n lange battle. Ik hoop dat ik gewoon net genoeg potions heb, jongens. Oké, jongens, mijn potions zijn op. Ik zal het hiermee moeten doen. Hij heeft nog ongeveer 1/3 HP. Ik mag blij zijn als ik hem 2 keer kan raken met Mudshot. En dan moeten mijn andere Pokémon het gaan overnemen. Ah, nog een keer spin-out. Geen crit, geen crit. Lekker. Oké, ik kan hem nog 1 keer raken met Mudshot. Ik mis. Nee, ik mis. Oh, wat een probleem. Wat een probleem. Oh, echt? Komt het dan echt aan op die ene mis? Kon jij ook niet gewoon even 1 keer missen? Oké, Tauros, ik weet... Jij gaat geoomd worden waarschijnlijk. Of misschien kan je wel wat. Ik denk dat de tegenstander sneller is. Met Assurance zou ik misschien wat kunnen doen. Nee, ik ben sneller. Ik ben sneller. Meen je die? Hij doet Flame Charge. Oh, dat doet helemaal geen damage. Had ik gewoon Tauros moeten pakken? Heb ik Tauros onderschat? Jongens, ik heb Tauros echt heel hard onderschat. We hadden Clodsire dan niet eens nodig, denk ik. Als het op deze manier gaat. Kijk dan. Hij begint alleen maar te Flame Charge. Of is een spin aanval op. Oh my gosh. Tauros gaat dit doen. Tauros, joh. Let's go, Tauros. Oké, wat is dit? Wat is dit? Nasius Torque. Waarom heb je die nog niet eerder gebruikt? En nu ben je opeens wel sneller. Dus ik had nu wel Assurance moeten gebruiken. Maar misschien is dit genoeg. Het is niet genoeg. Tauros gaat kapot. Maar ik heb nog 1 trucje straks, jongens. Ik heb nog 2 Pokémon over. En ik stuur Quaxwell. Want hij heeft letterlijk 1 HP. Kom aan, Quaxwell. Ik weet dat je poisoned bent. Badly poisoned zelfs. Maar met Aqua Jet ben jij sowieso eerder. En kan jij dat laatste stukje HP weghalen? Ah, oh, wat een team battle. Team Rikachu. Plus potions. Die hebben het gefixt. Oh, jongens. Wat een gedoe weer op deze basis, zeg. Wat doen ze moeilijk? Ah, vergeef me, mijn vrienden, zegt Atticus. No, no. We krijgen weer een terugblik van 1,5 jaar geleden. Net als bij elke Team Star Battle. Oh, oh, hier ziet hij er echt heel anders uit. Atticus heeft toen gezocht naar allerlei materialen. Voor schoenen? Ze hebben het over hun outfits. Dat ze mooie outfits hebben. Oh, hij heeft outfits voor hun allemaal gemaakt. Oh, dat is wel cool. Deze guy heeft gewoon voor gezorgd dat zij er allemaal uniek uitzien. En na dit gesprek zijn ze gaan trainen met z'n allen. En Atticus zegt, voor mijn team zou ik mijn hart en ziel geven. Maar ik kan niet aan de regels tornen. Ik moet me aan de code houden. En daarom geef ik jou deze badge. Dankjewel, maat. Met een diepe buiging naar elkaar toe. Want wat was dit weer? Een moeilijke battle. En natuurlijk wil Clavel ook weer met hem praten. Oh, en daar is ook dat kleine mannetje weer. Wat ga je vertellen? Hij kwam helpen. Als je niet terug naar school gaat, dan word je geschorst van de academie. Dan word je eraf getrapt. Toen de andere kinderen en ik heel erg gepest werden, hebben jij en de rest van Team Star ons gered. Heeft Team Star tegen de pestkoppen gestreden. Dat kleine mannetje wil hem gewoon even bedanken. En hij zegt, als jullie van school worden getrapt omdat jullie de good guys zijn, de goede gasten, dan zou het echt het domste ding ooit zijn. Oh, wauw. Oké, dat is een verandering. En Atticus zegt, wij hebben eigenlijk nog nooit de grote baas ontmoet. We weten niet wie de grote baas is, maar we wachten tot de dag dat de grote baas komt. Clive zegt, ik had geen idee dat er studenten waren die problemen hadden en dat Team Star geholpen heeft. Ik bedoel, Clavel. Het is nu overduidelijk dat het Clavel is, toch? Maar Team Star heeft dus echt vriendschappen met de studenten op de academie. Wat cool. Ze zijn helemaal niet de bad guys. Nou, dat is dan ook weer duidelijk, jongens. En ook Cassiopeia, die zegt, ja, geen idee wie die baas is. De baas heeft niet zijn eigen basis en die houdt zijn identiteit verborgen. Dus het kan letterlijk iedereen zijn. Maar als alle basissen zijn uitgeschakeld, dan zal die in actie moeten komen. Oké, nou dan moeten we er nog 2 verslaan. Duidelijk. What up, Penny? What up, Coraidon? Elke keer hetzelfde verhaal. Nou, daar gaat ze weer. Ik denk dat we in de volgende video weer een gym gaan doen. Maar ik moet mijn team best wel even gaan trainen, denk ik. Dus het zou best wel kunnen dat in de volgende video mijn team opeens level 35 is of zo. Want dat is wel iets waar we nu op moeten gaan letten, merk ik. Maar het is gelukt, jongens. Dus knal de duimpjes omhoog. Laat weten wat je van Grafaia vindt. En vergeet zeker niet om op die abonneerknop te drukken. En dan zie ik je weer bij de volgende. Mazzel!